In 1904 begon een Jacques Wintermans hier in Duizel met geleend geld, volgens mij was 200 gulden, een klein sigarenfabriekje. En nu, ruim een eeuw later, zitten ze nog steeds in Duizel, ze maken nog steeds sigaren, zijn nog steeds een familiebedrijf, maar ze zijn inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste sigarenproducenten van de hele wereld. Ik heb het over Ario Sigaren. Sigaren, allemaal sigaren. Een eeuw geleden was deze fabriek van Wintermans en nog een van de vele, want Brabant was toen het centrum van de Europese sigarenindustrie. En veelal in en rondom Eindhoven, dus plaatsen als Duizel, en Hapert, Valkenswaard. En de reden daarvan was de armoede in deze regio. Want dat betekende goedkope arbeidskrachten. En daarom zijn beroemde merken als Karel I en Willem II en Velasquez en Hofnar en natuurlijk Agio hier in deze streek gemaakt. In de jaren 70 stortte de sigarenindustrie helemaal in. Sigaren die raakten uit de mode, bovendien stegen de lonen door de toegenomen welvaart. En de ene na de andere fabriek die sloot de poorten. Maar ja, Ario die bleef. En hier vanuit de vestiging in Duizel worden jaarlijks honderden miljoenen sigaren verpakt en verder getransporteerd. Maar ja, dan vraag je af, waar worden die sigaren nou gemaakt? Ja, daarvoor moeten we over de grens naar het Belgische Westerlo. Hoppatee. We gaan een kijkje nemen in de grootste sigarenfabriek van Europa. Hier komen beroemde merken vandaan als Ario, Panther, Mehari, Balmoral, De Huifkar. 800 miljoen exemplaren. Zoals deze jongen. Boris Wintermans, algemeen directeur. Ik moet zeggen, het is een indrukwekkend plaatje. Eindeloze rijen sigarenmachines. Waar gaan in de hemelsnaam die 800 miljoen sigaren, zoveel zijn het er, hè? Ongeveer? Ja, ongeveer 800 miljoen. Waar gaan die allemaal naartoe? Nou, een deel blijft hier in Nederland, ongeveer 15%. En die moet ongeveer, denken, 85% wordt getransporteerd naar de rest van de wereld, verkocht in de rest van de wereld. En dat is in ongeveer 100 landen. Dus, Want jullie zijn de vierde producent in de wereld, hè? Ja, vierde producent, ja. Dat is niet niks, mag je wel zeggen. Nee, we hebben er ook acht voor gevochten. Okay. Ja. Die sigaren vertegenwoordigen, smaken die nou nog zoals de sigaren van 100 jaar geleden? Ik bedoel, ik kan mijn opa nog herinneren met zo'n dikke bolknak. Ja. Die zullen niet meer worden gemaakt, denk ik. Ze worden nog gemaakt, maar er is veel veranderd in die tijd. En dan moet je vooral denken dat sigaren vaak wat kleiner zijn geworden. Of met korter wordende rookmomenten bijvoorbeeld. Ja, je hebt geen uur meer de tijd. Dus dan ga je even een korter sigaartje, een korter en misschien wat dikker sigaartje roken. Mensen zijn minder gaan roken, sigaren ook. Vroeger 160 sigaren per hoofd van de bevolking in die tijd van de bolknakken. Vandaag de dag 28 sigaren in Nederland. En vooral kleinere sigaren. Ja. Dus je moet exporteren. Je moet markten ergens anders opbouwen. Je moet internationaal gaan denken, ondernemerschap tonen en vooral het belangrijkste, luisteren naar de consument, want die willen misschien wel iets anders. Ja, innovatie ook in de machinebouw, want 100 jaar geleden werden ze nog allemaal stuk voor stuk met de hand gerold. Ja. En tegenwoordig is het bijna high-tech, hè? Ja. Eigenlijk, je zou het zo kunnen zien dat het proces is nog hetzelfde. Het gaat natuurlijk wat sneller, maar de mechanisatie heeft er wel voor gezorgd, dus dat het allemaal wat efficiënter kan. En die gaan uiteindelijk, mechaniseer je een paar stappen. Maar that's it. Nou ben je met je broer alweer de vierde generatie. Ja. Hoe belangrijk is het om onderdeel te zijn van een familiebedrijf en dat dan ook te blijven? Ja. Nou, allereerst is het ontzettend leuk om met je vader en je broer samen te kunnen werken. Vader is nog steeds betrokken? Ja. Ik heb vanaf 1 januari 2013 de rol als algemeen directeur van Ario overgenomen van hem wel. Mijn broer is nou verantwoordelijk voor alle technologische activiteiten. Maar mijn vader die is in die zin nog onze belangrijkste sparringspartner. En degene met wie we dit de afgelopen jaren ook allemaal hebben gedaan. Dus zeker. En het is natuurlijk machtig mooi om dat zo als familie met elkaar te kunnen doen. Kan die traditie worden voortgezet? Heb je al kinderen? Wellicht. Ik heb al 3 zoontjes en mijn broer heeft 1 zoon. Maar zoals dat hoort, die mogen lekker hun eigen keuze maken. Als dat moment daar is en kunnen ze die kans bieden en ze willen. Dan zou het alleen maar mooi zijn, maar... Ik zou zeggen bedankt. Ja, graag gedaan. 100 jaar geleden was Nederland nog tweede sigaren producerende land in de wereld. En opmerkelijk genoeg is dat nog steeds zo. Want die productie die is dan weliswaar uitbesteed. Maar de hoofdkantoren die staan nog steeds in Nederland en voornamelijk in Brabant. Dus ruim 1/3 van alle sigarenrokers in de hele wereld rookt Brabantse sigaren. Nou, daar kan ik natuurlijk niet achter blijven.